Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Ja, goedemorgen. Een keer vanuit Hilversum. En met die bus komt het echt wel goed. Dan trekken wij er weer uit. In landen en velden komen wij. Op de Nederlandse velden wordt een vorm van topsport bedreven. De landbouw, kondigde het net al aan. De sector exporteert 80 miljard euro. En voedt daarnaast ook ons land. Zonder boeren zouden we nog in de recessie zitten, is een observatie. Maar toch, er is een imagoprobleem. Vervuiling, enorme hoeveelheden pesticiden, etcetera. Afgelopen vrijdag is er een brief aan de sector gekomen over gemeenschappelijk landbouwbeleid, uit Den Haag, verstuurd dus. En er komt nog een brief over de veehouderij. Wij gaan er de komende half uur over praten met Albert-Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland, en met Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, Sjoera Dikkers. Wat is uw idee over de landbouw? Want er zijn toch nog, wat ik al zei, heel grote imagoproblemen. Jan Bakker, onze vaste visionair uit Sint-Anna-parochie, heeft er al iets over gezegd. 0800 1121 is het nummer waar u naar kunt bellen. U kunt tweeten naar hashtag lijn 1 en mailen naar lijn 1 apenstaartje ntr.nl. It's the end of time, and the Mississippi River, she's a gold dry. The interest is up, and the stock market's down, and you're only getting mugged if you go downtown. I live back in the woods, you see, a woman and the kids and the dogs and me. Hank Williams bezong A Country Boy. A Country Boy Can Survive. Albert-Jan Maat, LTO-voorzitter. Hoe is het met de overleving van de Country Boys in Nederland? Ik kop hem gelijk maar even in, die voorzitter van Henk. Ja, die overleven. En gezien ook beelden die u al schetste van wat ze doen, is natuurlijk geweldig. Want we hadden weer een exportgroei van 7,4%. We hadden een economische groei van 0,1. Dus zonder die exportgroei, dan kunnen we invullen hoe het met Nederland ervoor stond. Maar het is denk ik ook geen crisis dus in de landbouw? Ja, het is af en toe niet makkelijk. Boeren hebben te maken met het klimaat en met de markt. En ze werken met levend materiaal, hè, of nu gewassen zijn of dieren. Dus het is best wel een hard beroep. Maar het is wel een beroep waar je passie voor moet hebben. En ik prijs me gelukkig dat 10.000 in Nederland die passie hebben. En wat dat betreft, het is niet alleen een economisch grote bijdrage aan de samenleving. Maar als je eens even ziet op het terrein van duurzaamheid, wat er gepresteerd is. Wij gebruiken 80% minder gewasbescherming dan 10 jaar geleden. Het antibiotica gebruik is gehalveerd in 3 jaar tijd. Er moest wat gebeuren, maar er gebeurt er ook wat. We hebben eigenlijk in alle veehouderijsectoren hebben we in de ketens programma's ontwikkeld waar we extra investeren in dierenwelzijn. Waardoor we er dus veel meer doen dan wat de wetgever vraagt. En we kijken echt naar die consument. Wat vraagt hij? Wat is de discussie in de samenleving? En daar proberen we op in te spelen. We moeten tijd hebben, maar de topprestatie van Nederlandse boeren is dat ze en economie en juist dat duurzaam produceren zo goed aan elkaar koppelen. En daarmee zijn ze internationaal wel koploper. Ik zei het al, het is een vorm van topsport. En daar hoort een bepaalde methodiek bij. Nou kom ik nog wel eens in Zeeuws-Vlaanderen. En daar worden de velden nog behoorlijk, vooral de aardappelvelden, toch nog steeds behoorlijk bespoten. Ze komen zelfs langs bij mensen van, kunt beter even achter uw huisje gaan zitten. Dat hoeft nog niet meteen gewoon een wanpraktijk te zijn. Laten we dat even wegnemen. Het gebeurt, maar het gebeurt dus wel. Ja, een gewas heeft bescherming nodig, ja, vanwege ziekte. Zoals u wel eens een aspirintje neemt, zo heeft een gewas af en toe ook een aspirintje nodig. Maar tegelijkertijd is wat wij wel doen, is zorgen dat je dat minimaliseert met precisielandbouw. Dat is met satellietgestuurde landbouw. Dat betekent dat je dat een systeem op je machine zet, waardoor je precies weet waar zit wat ziekte in het gewas. Waar is iets te weinig water, iets te weinig meststoffen. En daarmee maken we een nieuwe slag van weer 40-50% minder gebruik van de middelen. En ik vind wat dat betreft, heb ik groot respect als ik zie wat er in Nederland op dat terrein gebeurt, ook als in vergelijking met het buitenland. Maar spuiten moet nog wel gewoon. Ja, ook voor de gezondheid van het gewas, van ons voedsel.
voor het gewas, voor een goede bescherming. Want ook biologische landbouw, stel dat je biologisch teelt, heb je af en toe nog wel een behandeling nodig. Een gewas kan ziek worden. Wat we wel in de loop van de jaren hebben geleerd is dat je in je keus van je gewassen, hè, dus wat voor aardappelras kies je, hoe behandel je dat? We hebben geleerd om weer wat meer risico's te nemen en daardoor minder middelen te gebruiken. Dus wat minder vaak een aspirintje, want het gewas zelf kan ook heel veel. En daar in dat onderzoek investeren we als sector heel erg veel. Dan heeft die aardappel, maar hoofdpijn. Ach, een beetje hoofdpijn en de zon gaat schijnen, willen bij een aardappel ook nog wel eens overgaan. Albert-Jan Maat, heeft hij zelf met zijn poot in de klei gestaan en nog dikke laarzen en nog op trekkers gezeten? Zeker. Ik ben opgegroeid op een gemengd bedrijf, later een veehouderijbedrijf in Salland. Ik kan melken, ik kan ploegen. Ik heb zelf nog geleerd ploegen met een paard. Dus wat dat betreft nog het oude beginsel toegepast. En ik werk eigenlijk al een half leven lang in een sector die mij geweldig boeit en waar ik heel veel passie voor heb. Ja, dat kan ik zien. De ogen beginnen te glimmen. En als het een halve eeuw lang is, heeft u natuurlijk ook nog een periode meegemaakt zonder computers en zonder radargestuurde akkerbouw. Jazeker. Maar radargestuurd, satellietgestuurd. Ja, satellietgestuurd. Maar zelfs met die middelen is het oog van de akkerbouwer of van de veehouder nog heel essentieel. En dat wou ik weten. Het kon ooit ook gewoon, dus inderdaad, met de hand op het oog. Ja, maar tegelijkertijd is het hard werken. Het is goed dat er heel veel techniek is, dat dingen vooruit gaan, dat boeren nog meer aandacht naar vee kunnen kijken, nog meer als een goede herder, zeg maar, in een stal kunnen lopen. En ook een vee zo beheren. En dat wat het betreft het lichamelijk arbeid, dat dat een tandje minder is, is ook goed. Maar ja, laten we eerlijk zijn, in de sport heeft veel opgeleverd. Hè. Als je alleen naar schaatsen en wielrennen kijkt, was de agrarische sector vaak ook een hofleverancier van hele goede sportmensen. Dat was niet voor niets, het was hard werken. En vandaag de dag is er gelukkig techniek bij, waardoor je iets minder slijt. Maar er werd ook genoeg gespoten in genoemde takken van sport. Jan Bakker. Ik neem aan dat u niet over schaatsen. Nee, nou dat weten we nog niet zo net. Dat is een ander onderwerp. Misschien wel een leuk lijn 1 onderwerp nog, zo in december. Jan Bakker, die zegt, de felste kritiek op de agrarische sector komt vaak van mensen die nog nooit een boerderij van binnen gezien hebben en is gebaseerd op in de grachtengordel ontwikkelde clichés. Fatsoenlijk natuurbehoud zou bijvoorbeeld zonder de rol van boeren daarin onbetaalbaar onmogelijk zijn. De gemiddelde boer heeft meer milieu- en natuurbesef in zijn pink dan het gemiddelde stadsmens in zijn hele lichaam. Sjoera Dikkers, Partij van de Arbeid Kamerlid. Nou jij weer. Oh, ik vind dat een beetje een gratuite uitspraak. Dat herken ik helemaal niet. Bakker doet nooit gratuite uitspraken. Nou, dat is een wijze man. Nou, met alle respect dan voor meneer Bakker. Dat ongetwijfeld dat het een wijze man is. Maar ik ken ook heel veel stadsmensen met heel veel liefde voor de natuur. En heel veel boeren die er wat minder zorgvuldig mee omgaan. Dus dat moet je genuanceerd zien. Maar Jan gaat er gewoon vol in. om het cliché nog maar eens even aan te zetten. Nee, wat je ziet is over het oordeel van over de agrarische sector. Ja, dat klopt. Dat heel veel mensen nog nooit in de stal geweest zijn. En dat is jammer. En dat is ook voor een deel de sector aan te rekenen. Omdat die stallen natuurlijk heel erg dicht gezeten hebben. Mensen er geen toegang toe hadden. De kloof tussen burger en boer is veel te groot geworden. En je ziet nou ook, dankzij initiatieven van LTO en vele anderen, dat die kloof steeds meer gedicht wordt. Hoe groot is de kloof tussen Den Haag en de akkers? Nou, de kloof tussen mij en de akkers is niet zo groot. Want? Ik ben iedere week wel ergens op een boerderij om te kijken hoe het in de praktijk eraan toe gaat. Om van de boeren zelf te horen waar ze mee zitten. Ik spreek ook met de verwerkende industrie en met consumenten om eens te horen, nou ja, wat speelt er zo al en hoe vertalen ze de zaken die in de maatschappij leven terug naar het boerenerf. Dat vind ik heel erg belangrijk. Kamerlid, kortom, ook met enige passie voor de sector. En Kamerlid met landbouwschool als achtergrond. Want vertel. Ik heb landbouwschool in Deventer gedaan, de tropische landbouwschool, omdat ik de honger uit de wereld wilde helpen. Mm-hmm. Nou ja, dat is me niet helemaal gelukt, zou ik maar zeggen. Maar die passie is wel gebleven. Hebt u ook een landbouwachtergrond in de familie? Zit het in de familie? Nee, ik was een paardenmeisje. Een paardenmeisje? Ja, dat krijg je dan, hè? Ja. Maar geen kakmeisje? Nee. Landbouwsector, daar heeft u dus contact mee. Wat zijn de noden die u aanhoort nu, anno 2013, vlak voor de jaarwisseling? Nou, boeren die hebben moeite om hun investeringen gefinancierd te krijgen, omdat banken moeilijk doen. Wat je ziet is dat de macht van de supermarkten heel groot geworden is en de positie van de boer eigenlijk heel klein. De supermarkten bepalen
de prijs van de producten en niet de boer. En dat is een scheef evenwicht. Dat vinden wij heel jammer. Daar proberen we iedere keer maar wat aan te doen om ervoor te zorgen dat die boer een eerlijke prijs voor zijn producten krijgt. De term slavernij schiet mij zomaar te binnen. Nou, wat je en ziet... uitbuiting. Oh, echt waar? Allemaal van die linkse kreten. Maar ik ben ook maar een presentator. Hoe zit het dan werkelijk met die onevenwichtigheid? Kijk ook even aan naar de voorzitter van de LTO. De kern is dat er een onevenwichtige situatie is op die markt. Als je kijkt naar het hele mededingingsbeleid is het zo dat alles gericht is op zo'n laag mogelijke prijs voor de consument. En bijna wordt automatisch gekeken dat de supermarkt die positie heeft. En ik onderschrijf voor een deel wat Sjoerd zegt, van daar moet een evenwicht in terugkomen. Dat is ook de reden dat wij als LTO met supermarkten spreken. Dat we onlangs nog met Albert Heijn een rapport hebben gepubliceerd. Wat is de toekomstige richting in het afzet van voedsel, het verkopen van voedsel. En dan zie je dat steeds meer gehamerd wordt, dat het van groot belang is dat je een duurzame relatie daarin krijgt. Maar dat supermarkten is... en boeren elkaar kennen. Ja. En dat je met elkaar ook verantwoordelijk bent voor dat iedereen in die keten ook wel een fatsoenlijke boterham verdient. En daar mag nog wel een steekje bij gezet worden. Ja, maar supermarkten gaan denk ik toch, want het is gewoon kapitalisme aan het werk, voor hun eigen belang. Ja, het zijn ondernemers, maar tegelijkertijd zou het heel goed zijn. Kijk, wij hebben er belang bij, gezien de kwaliteit van onze producten, dat de consument ook weet wat heeft de Nederlandse boeren en tuinen te bieden. En dat het niet een naamloos product is wat in die schappen ligt. Aan ons de taak om te laten zien hoe we produceren, maar aan de supermarkt te laten zien, luister eens, wij gaan fatsoenlijk met boeren en tuinen om, ook met degenen die daarin werken. Als je dat met elkaar duidelijk maakt, ben ik ervan overtuigd dat de Nederlandse burger en de consument kunnen overtuigen om ook een fatsoenlijke prijs te betalen. Nou, daar zijn we volop in bezig. Wij gaan daar op dit moment al veel verder dan wat de politiek bijvoorbeeld in mededinging vraagt. Maar we hebben de politiek wel nodig om ervoor te zorgen dat het evenwicht terugkomt. Dat als je in een keten werkt, dat iedereen daar een fatsoenlijke boterham in krijgt en dat je dat ook wettelijk eens een keer gaat verankeren. En op dat punt kan de politiek nog wel een stapje bijzetten. Sjoerd Dikkers, nou is er dus die brief over een gemeenschappelijk landbouwbeleid. Wat kun je met die brief in de hand doen om dit evenwicht toch te herstellen? Oh, in een klein stukje... Te bespoedigen? Ja, het gemeenschappelijk landbouwbeleid geeft boeren de kans om producentenorganisaties op te richten en daarmee met elkaar... Maar die is er toch al, die LTO? Ja, nog gerichter op het product moet dat zijn. En dan met elkaar afspraken te maken met de inkomende partijen zoals de Albert Heijn, maar ook met alle anderen. Dus ze hebben daar binnen dat gemeenschappelijk landbouwbeleid krijgen ze wat ruimte om zich te groeperen en daarmee een betere positie te verwerven. En het gemeenschappelijk landbouwbeleid is erop gericht dat boeren ondersteuning krijgen bij de productie van de gewassen en bij het laten opgroeien van hun vee. Ja. Dat is de subsidielijnen die vanuit Brussel de landbouw uitgaan. Natuurlijk, Brussel heeft er ook mee te maken, maar het gaat uiteindelijk over de trots en het beeld. Is Nederland wel trots op zijn landbouwers? Dat denk ik wel. En met reden ook. We zijn koploper in de wereld waar het gaat om duurzaamheid. We maken ontzettend mooie producten in Nederland. Ik word altijd heel erg gelukkig als ik in een gemiddelde Nederlandse stal loop, als ik zie wat boeren doen en willen doen aan verbeteringen op het gebied van dierwelzijn. En tegelijkertijd mag het van mij ook allemaal nog wel weer een tandje meer. Dus we zijn een heel eind op weg en we moeten nog wel een eindje verder. Er zijn afspraken, goede afspraken tussen supermarkten en landbouw, dat er vanaf 2015 geen plofkippen en kiloknallers meer zijn. Is dat haalbaar? Wij doen geweldig ons best. We hebben de kip van morgen ontwikkeld. Hè? Een kip die wat meer ruimte krijgt. Ook wat een wat langer leven krijgt. En wij geloven wel in die lijn. Wij denken, als we het goed laten zien dat wij ook koploper zijn op het terrein van dierenwelzijn, dat de consumenten uiteindelijk, als de supermarkten ook hun best doen, ook bereid zijn wat meer te betalen. We hebben ervaring, we hebben bijvoorbeeld het sterrenvlees in de varkenshouderij, we hebben de duurzame zuivelketen, waardoor we veel verder gaan dan wat de wetgever vraagt. En ook laten zien hoe ons product wordt geproduceerd. En zelfs de Chinezen willen dat al graag hebben, dus het toont wel aan dat we op de goede weg zijn. Ja, die Chinezen hebben ook enorme hoeveelheden monden te voeden. Ja, en dus die aanpak is heel goed. En het is ook met name van belang van na 2015, als bijvoorbeeld de melkquotering afloopt, dat is dus de beperking van de melkproductie, dat we op een duurzame manier kunnen blijven ontwikkelen. Dus wel aan alle eisen voldoen op het terrein van milieu, dierenwelzijn, maar tegelijkertijd toch ook een
gestadige evenwichtige groei kunnen laten zien. Die koers is duidelijk. Sjoerd Dikkers nog even voordat ik mevrouw van Hensberg, die aan de telefoon hangt, ook. Nou ja, ik vind het mooie woorden van de LTO, maar de praktijk laat zien dat een aantal van de LTO-achterban nog niet helemaal die stap gezet heeft. Namelijk? Dus nou ja, de boeren die al die investeringen niet willen doen op het gebied van dierenwelzijn. De kip van morgen krijgt iets meer ruimte ter grootte van een smartphone. Dat is niet heel veel meer ruimte. En daarbij is de kip van morgen pas over een paar jaar beschikbaar. Ik ben daar nog niet zo enthousiast over. Dat moet wat mij betreft echt sneller. Het beeld van Albert-Jan Maat is al te rooskleurig? Wat mij betreft wel. Praktijk laat zien dat het ook wel weerbarstig is. En hoe komt dat dan? Omdat die boeren gewoon het geld niet willen investeren? Ja, voor een deel omdat ze het product, dat ze daar de goede prijs niet voor krijgen in de supermarkt. En voor een deel omdat hun productiesysteem zo is ingericht dat het niet binnen hun bedrijf past. Ze denken dat de markt het niet gaat kopen. Of ze doen het hun hele leven al zo. Dus ze kunnen het best nog een hele tijd zo doen. En daarmee geen rekening houden met wat er in de samenleving speelt. Nou, dat is jammer. Albert-Jan Maat? Het is dus niet over de hele linie zo rooskleurig. Nee, maar ik wil wel een lans breken voor de sector zelf. Hè? Natuurlijk ja, maar er zijn dus weerbarstige boeren. Daarom kom ik ook op dat punt terug. Want terecht dat Sjoerd zegt van, luister eens, het gaat ook om de consumenten, het gaat om de supermarkt, en dan gaan ook degenen die de producten kopen. En de politiek kan heel wat doen, juist om daar eens ook de nadruk op te gaan leggen. Ja, maar u wandelt wel weg van die boeren die nog niet zo happig zijn. Op het moment dat die prijzen daarin mee ontwikkelen, want je moet wel investeren. Een boer investeert wel voor 20 jaar in de stal. Ja, maar er zijn boeren die hun oude investering gewoon willen handhaven en niet geneigd zijn. Ja, maar tot laat ik even daar taal over geven. Een klare wijn schenken. Wij spreken onze leden aan op het moment dat we afspraken maken dat we de volgende stap ook gaan maken. Wij hebben nota bene in de zuivel met tientallen organisaties de duurzame zuivelketen getekend. En dat betekent dat het meest tot de bedrijven zelf gebeurt. En die boeren gaan dat doen. Dat doen we samen met de coöperaties. En die aanpak via de keten met partners, die hebben we nodig. Want wat wij willen, is verbinden. Die tegenstelling tussen oud en nieuw, daar hebben we niet zoveel mee. Wij zeggen, we kunnen alleen verbinden door te veranderen. En wij zoeken partners en in de politiek en in de maatschappij, maar ook op de markt, om die weg mogelijk te maken. En die zoektocht, en die tocht, hè, daar hebben wij geweldig veel ongeduld mee. Wat wij doen, is met kracht die weg inzetten, dat we die samenwerking zoeken met anderen om daarin versnelling te brengen. Mevrouw van Hensbergen is aan de telefoon. Die had wel een aardig beeld van die boeren, maar is enigszins van mening veranderd? Nou, ik heb veel respect voor boeren. Ik vond, en eigenlijk zijn ze het nog, de beste natuurbeschermers. Alleen zijn het inmiddels managers geworden. En is de landbouw overgesubsidieerd, in tegenstelling tot de biologische landbouw. En gedwongen, vind ik, door de supermarkten om zo goedkoop vlees te leveren en daardoor de antibiotica toe te brengen, omdat er anders ziekte en op grote schaal. En dan heb je het weer, het dier als industrie. Het is een te grote sector geworden met 80.000, 1 miljoen kippen. Schijnt heel normaal te zijn, terwijl de fijnstof, het is vandaag weer in het nieuws geweest. Ik wou dat er wat meer naar Milieudefensie werd geluisterd, die dit al jaren verkondigt. Ik vind dat er verkeerd gesubsidieerd wordt. Sjoerd Dikkers, eens met deze mevrouw Hensberg van Hensbergen? Nou, ten dele wel. Ze heeft een belangrijk punt hier. Je ziet met het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid dat de subsidiestromen naar de boeren gaan, maar dat ze daar wel voor een deel vergroeningsmaatregelen, zoals dat technisch heet, voor moeten doen. Dus ze moeten wel goed zorgen voor het land wat ze beheren. Ze moeten zorgen dat de weidevogelstand wat verbeterd wordt, dat het waterkwaliteit in Nederland omhoog gaat, dat ze aan allerlei duurzame eisen voldoen. Of willen ze voor subsidie in aanmerking komen? Dus mevrouw van Hensbergen komt ook toch ook weer met antibiotica aan. Ja, antibiotica blijft een groot probleem. Blijkbaar kon er al 50% minder antibiotica gebruikt werden. Het werd uit gewoonte heel erg veel gebruikt. Maar Albert-Jan Maat zei ook al, het is een beetje tegen de hoofdpijn van de aardappel. Ja, antibiotica gaat dan weer niet in de aardappel, maar wel op grote schaal in het kalfsvlees bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die kalfjes komen vanuit heel Europa, worden ze in Nederland opgefokt. Mm-hmm. Nou ja, als je je kind naar de crèche doet, dan ben je zelf ook altijd een hele periode verkouden, omdat uit alle kanten die kinderen, die zijn er altijd ziek. Dat is in de kalversector ook. Dat zijn kalveren die van veel verschillende plekken in Europa bij Nederlandse boeren opgroeien. En daar gaat spijtig genoeg nog steeds heel erg veel, wordt daar nog steeds heel erg veel antibiotica bij gebruikt om ze gezond
op te laten groeien. Maar mevrouw Van Hensbergen wijst ook op die verandering, die dynamiek in de sector, waardoor het gezellige, leuke, romantische boertje niet meer bestaat. Het is een fabriek. Ja. Ze moeten wel een boterham kunnen verdienen, ja, die boeren, hoor. Dat vind ik wel. Nou ja, kijk, ik ben wel blij met het respect wat ze uitspreekt, want dat is terecht. Maar tegelijkertijd, de ontwikkeling staat niet stil. Dus je moet... Boeren van de toekomst zijn nog weer beter opgeleid. Hebben nog meer kennis nodig om ook met goede apparatuur om te kunnen gaan en nog meer van de gewassen en de dieren te weten. En ja, er is natuurlijk een zekere schaalvergroting in die sector, omdat die sector niet losstaat van de rest en economie gebeurt. We hebben ook niet overal meer kleine kruidenierwinkeltjes. Maar het is wel een boodschap van dat ze zeggen, luister, bedenk goed dat het niet een groot managementgeheel wordt. Zij wil het karakter, zij wil het werk van die boer daar nog wel in zien. En daarin moet ik zeggen dat wij dat sterk benadrukken. Ook als je kijkt naar alle programma's die we hebben, er komt weer meer aandacht voor het dier zelf. Hoe groeit het op? Mm-hmm. En dat vraagt vakmanschap. En ik ben ervan overtuigd dat het echte boerenvakmanschap, dat echte, ik wil dit geen handwerk noemen, maar wel het echte vakmanschap van boeren en tuinders, dat gaat alleen maar belangrijker worden. We gaan nu nog weer meekijken naar de gewassen. Hoe sterk is zo'n gewas? Hoe verpleeg je zo'n gewas op een goede manier? Als je dieren op je bedrijf hebt, hoe zorg je ervoor dat je ook echt alles ziet en dat je voorkomt dat je onnodig medicijngebruik hebt? En in die zin heeft ze wel een punt geraakt wat ook boeren en tuinders raken en waar boeren en tuinders ook volop mee bezig zijn. Er zijn meer mensen die reageren over de positie van de supermarkten. Dat blijkt toch ook, over imago gesproken, een uitwas. Een uitwas in de supermarkten. Ja, de dikke vinger die de supermarkten hier in deze pap hebben. Nou, wat je ziet is dat de supermarkten hun brood niet verdienen met de Coca-Cola of het waspoeder, maar het echt in de dagverse producten doen. En dat als het ergens goedkoop is, betaalt altijd iemand de prijs. En dat is in dit geval vaak de boer. Maar dan nog, en we hebben het over biologische landbouw, biologische producten. Is dat nog over proporties gesproken niet oververtegenwoordigd in de schappen? Nee, maar er is wel een enorme groeimarkt voor. Dat vind ik heel erg goed. En wat je ook ziet is dat biologisch en gangbaar wat meer naar elkaar groeit. Dat in de gangbare landbouw veel minder bestrijdingsmiddelen gebruikt wordt en de biologische landbouw wat intensiveert, zodat je ziet dat die twee sectoren ook wat naar elkaar komen, dat je gewoon een gezond product eet en een lekkere ding op je bord hebt. Er is een ontwikkeling en dat is natuurlijk ook tussen de oren van de consument. Dan toch nog even naar dat ganzenakkoord. Opgeblazen door eigenwijze Friese boeren is het beeld. Hoeveel invloed, is dan de vraag, heeft LTO eigenlijk op haar leden? Ja, de kernvraag is natuurlijk, hoeveel invloed hebben de leden op LTO? En als het goed is, moet dat op orde zijn. Dat de leden invloed hebben op LTO. Met het ganzenakkoord is eigenlijk al jarenlang toch een hoofdpijndossier. Maar aan de ene kant zien we dat het aantal ganzen... Neem nog een aspirintje. Ja, dat zou je kunnen doen. Je kunt ook proberen af en toe eens een beetje gas terug te nemen en over proberen na te denken. Het is heel hardnekkig en moet worden opgelost. Voilà, want het aantal ganzen is geweldig groot geworden in Nederland. En heel veel ganzen overwinteren hier. En bedacht was om die ganzen dan in de zomer te gaan schieten. Maar in de zomer lopen er veel mensen op het platteland. Die wandelen daar, of ze zeilen in Friesland. En dat er dan wat weerstand komt, dat mensen zeggen, ja, moeten we nou uitgerekend in de zomer daarop gaan jagen en die bieren door de weg halen in plaats van in de winter, kan ik me voorstellen. Tegelijkertijd heb je veel trekganzen in de winter. Nou, dat is een heel lastig probleem. Wat je wel ziet, is dat er echt ook voor het wild, dat gewoon heel slecht is. Voor de akkers is het slecht. En ik ben ervan overtuigd, wat nu gebeurt is, dat het even naar de provincies teruggaat. In Friesland is het probleem veel groter dan in Limburg. En ik ben ervan overtuigd, op het moment dat je weer dichter bij de boerenerven komt, dat we binnen een half jaar toch een soort afspraak hebben, maar misschien wel per provincie. Nou, als dat een oplossing is, doen we het zo. Als het toch weer nationaal moet, is LTO weer vol aan de bak. Maar ik wil wel een lans breken voor onze bestuurders die uiteindelijk ook goed geluisterd hebben naar hun achterban. Want wij zijn er wel een ledenorganisatie. En als wij een deal sluiten waar een belangrijk deel van de achterban eigenlijk niet meer uit de voeten kan, dan doen we ons werk niet goed. Wij zoeken altijd naar draagvlak. Dat doen we in de samenleving, maar ook bij onze leden. En wat dat betreft ben ik iets minder pessimistisch over de ganse aanpak dan vele anderen. Hoe dan ook, Sjoerd Dikkers, er moet een oplossing komen voor de ganzenaanpak. Ja, het ganzenakkoord was een afspraak tussen natuurorganisaties, boeren
en de provincie en gemeentes om te komen tot een inperking van de hoeveelheid ganzen. De jagers hebben aanvankelijk meegedaan met het afsluiten van het akkoord, maar die zijn daar uitgestapt omdat ze niet willen schieten in de zomer, maar wel in de winter. Dat zit in de genen van de jager, dat je niet in de zomer schiet, maar in een ander seizoen. En wat wij als lobby, ik heb heel veel lobbyisten over de vloer gehad die maar bleven drukken op dat ganzenakkoord. Dat klopt niet, want de jagers willen niet schieten in de zomer. Nou, ik vind het heel spijtig dat het is opgeblazen. Ik zou zeggen, ga met elkaar weer om de tafel zitten en zorg dat je dit probleem oplost. We zijn bijna een half uur verder, bijna aan het eind van de uitzending. En ja, het gaat snel en er komt heel veel langs. Ik denk dat het beeld wat genuanceerder is. Het landbouw is een verzameling toppers, maar om over die country boy, op die country boy van Hank Williams terug te komen, die country boy blijft toch ook wel een verdomde eigenwijze jongen, toch? Gelukkig maar. Beter kan ik het niet zeggen. Die country boy is een cowboy. Deze periode gaat dus ook de toekomst van de veehouderij weer besproken worden in Den Haag. Met de nodige landbouwdebatten. Ja. Wat zal dat betekenen voor de country boys? Nou, wat de Partij van de Arbeid betreft, wij willen niet dat de hele wereld gevoed wordt met kalfsvlees en varkensvlees vanuit de Brabantse pil. We hebben heel veel dieren in Nederland. Daar hoeft wat ons betreft in de eerste instantie niet heel veel bij. Niet meer industrie. Niet meer industrie. Betere. Geen industrie, maar een tak van veehouderij die goed voor zijn beesten zorgt, die toegevoegde waarde in Nederland creëert. Dus niet bulk voor de markt in China gaat exporteren, maar zorgt dat je diervriendelijk geproduceerd vlees hebt in Nederland, waar de consument een prijs voor betaalt. Albert-Jan Maat, wat verwacht u van de landbouwdebatten? Nou, dat laatste onderschrijf ik. Wij moeten het zoeken in de toegevoegde waarde. Overigens, gelukkig is er veel meer, ook heel veel veehouderij buiten de PL. Dat is maar goed ook. Maar tegelijkertijd denk ik het wel belangrijk. Maar het is ook weer een stukje beeld wat langskomt. Ja, daarom is het ook goed dat we daarover praten en dat ik het andere beeld ook neerzet. Want onderschat de Friese koeien niet, hè? Nee. Als de varkens nee. Die in Groningen opgroeien. Maar natuurlijk. Daarom dus. Maar het is wel belangrijk dat de politiek zich ook realiseert dat, want na 2015 kunnen wij bijvoorbeeld groeien in de melkveehouderij. Dat kunnen wij binnen alle regels doen, binnen alle kaders. En wij geven de garantie daarbij af dat het ook weer duurzamer zal gaan. En die ruimte moet er ook zijn, want hetzelfde kabinet heeft ook gezegd, ja, we willen naar de participatiesamenleving toe, niet meer de overheid die alles bepaalt, die wel de kaders stelt, maar sectoren, mensen moeten ook zelf zien hoe ze dat gaan invullen. Nou, dat vertrouwen is de sector wel waard, vind ik. En ik vind ook nadat 2015 dat de politiek terughoudend moet zijn om met extra eisen te komen. En als tegenprestatie leveren wij dat wij zeggen, wij zullen aan alle wettelijke eisen voldoen. Wij zullen verder investeren in duurzaamheid, maar geven ons wel die kans. En de boeren, die blijven maar voortploegen. Dat is een zekerheid die we in ieder geval hebben. Ziggo heeft Office Basis, het alles-in-één pakket.